Minister Armand Achijbersing van Financiën benadrukt dat de verhoogde bankkoers geen effect zal hebben op de winkelprijzen. De commerciële banken hebben van de Centrale Bank van Suriname toestemming gekregen om een koers te hanteren van tussen 12 en 14 SRD voor een US-dollar. Deze aanpassing moest gepleegd worden om de schaarste aan Surinaamse dollars op te heffen, zegt de minister. Nou, dat is een speciale maatregel geweest. En ik dacht dat de governor uitgekomen was waarom hij dit zo ingezet heeft. En het is met name geweest om de schaarste aan cashgeld een beetje op te lossen. En volgens mij is dat goed gelukt. Maar... Dus het was een speciale maatregel wat de governor ingezet heeft. Dat heb ik niet gezegd. Ja, maar u legt me woorden in de mond die ik niet genomen heb. Ik weet niet of de koers 14 is bij de centrale bank, dat kunt u makkelijk verifiëren. De centrale bank heeft de banken tijdelijk de baanbreedte voor de banken verruimd. Tussen 12 en 14. En dat is een tijdelijke maatregel geweest. Maar ik dacht dat de governor daar uitgebreid op gereageerd had. En aangegeven had waarom dat gebeurd is, waarom hij dat gedaan heeft. Aangezien winkeliers reeds werken met een koers van 15 SRD voor de US-dollar, zal de koersstijging bij de banken dus niet leiden tot hogere prijzen in de winkel, zegt Achijbersing. Kijk, de koers in de winkels wordt een koers van 15, 14, 15 gebruikt. Dus dit mag absoluut geen reden zijn om prijzen aan te passen. Laat me daar duidelijk in zijn. En als handelaren dat toch doen, dan zijn ze oneigenlijk bezig. Dus deze actie mag absoluut geen reden zijn om prijzen aan te passen. Vorige week is er een gesprek geweest met de VES. De VES heeft kritieken geuit. Waren de kritieken terecht op het beleid, het financieel beleid? U heeft de voorzitter van de VES gehoord dat hij positiever is nadat wij hem geïnformeerd hebben. Wanneer ik het gedaan zou hebben, zou ik me eerst laten informeren en daarna een mening ventileren. Maar zo sta ik erin. Minister Armand Achijbersing van Financiën. Hij sprak de pers vandaag toe voor de raadsvergadering. Hij zegt dat de verhoogde bankkoers geen effect mag hebben op de prijzen in de winkels.